Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met dit prachtige frame. Het is echt een heel mooi frame. Ook heel mooi afgewerkt met een mooi soort leertje. Dus echt leuk om mee aan de slag te gaan. We gaan een heel mooi bloemstuk in maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Of je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar zet ik altijd eventjes een sneak peek als er wat online komt. Of als er een aanvulling wordt gedaan bijvoorbeeld. En nog heel veel extra inspiratie. Dus dan kan je me eventueel ook volgen. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket ook kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Gaan we aan de slag met dit prachtige frame. Er zit ook een mooi glas bij. Eventueel na de tijd ook heel leuk om te gebruiken om gewoon wat voorjaarsbolletjes in te doen. Een leuk kaarsje. Kan je het eigenlijk heel makkelijk opnieuw gebruiken. Dus echt een tijdloos frame. We gaan aan de slag met mooie, vrolijke bloemen. Maar zeg je nou van, ik wil het pakket graag in een andere kleur bestellen, dan kan je het gewoon aangeven. Maar vandaag doen we even lekker gek. We doen even een mooi, vrolijk bloemstuk. Allereerst doen we aan de buitenzijde van het steekschuimrondje mos, zodat we dat alvast mooi hebben weggewerkt. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst doen we aan de buitenzijde een beetje mos, want dan hebben we dat steekschuim mooi weggewerkt. Het lijkt toch altijd wat mooi. Ik zet het even vast met krammetjes. Kijk, mooi fris van kleur. En die past dan in het frame. Zit al mooi die houder op. Dus dat is al heel erg tof. Kijk dan hoe leuk. Het lijkt echt alsof die zweeft. Heel mooi frame vind ik het. Dan is het tijd om verder te gaan met de bloemen. En wat we vandaag als leuk extraatje gaan toevoegen zijn kwartel-eitjes. Nou, dan kan je die natuurlijk gewoon in het bloemstuk lijmen. Maar wat ook leuk is, is om er een steel doorheen te steken. Doe dat wel voorzichtig. Dus je pakt een stevig steel die niet te breed is. En dan rijg je als het ware het kwartel-eitje aan. En je kan hem halverwege doen. Je kan hem ook bovenaan doen. Dat vind ik ook altijd heel leuk. Dan zou je eventueel een drupje lijm erop kunnen doen. Je kan hiervoor een beetje warm lijm gebruiken. Maar wat ook goed is om eventueel koud lijm te gebruiken. En bij Craftspedia maakt het niet zo heel veel uit. Maar met echt wat meer kwetsbare bloemen is het misschien beter om koude lijm te gebruiken. Kijk, het geeft een heel speels en leuk effect. Mocht er nou een kwartel-eitje breken, wat je dan ook kan doen. Ik doe er nou iets. Ik zal het eventjes eentje breken. Kijk, je hebt iets wilder gemaakt. Wat je dan ook kan doen is bijvoorbeeld op de Craftspedia de stukjes lijmen. Geeft ook een heel leuk effect. Dus als die stuk is, geen probleem. Je kan nog heel veel leuks mee. Niet gelijk weggooien. Dan gebruik je het als een soort mozaïek om je bloemetjes heen. En dat is ook heel leuk eventueel om bolletjes heen te doen. Kijk, dat geeft ook een heel leuk effect. Ook heel grappig. Goed, dan gaan we die parallel een plekje geven in het bloemstuk. Parallel betekent in de hoogte, laten we zeggen. En in lengte rechte lijn naar boven. Parallel gestoken. En ik doe dat op verschillende hoogtes in het bloemstuk. Kijk hoe leuk dit al lijkt, jongens. Echt geweldig. En deze vind ik wel heel leuk om gewoon speels te houden. Dus die lijm ik niet vast. Dan krijg je eitjes juist op verschillende hoogtes. Kijk, heel erg leuk. Nu al. Ja, het frame is echt al een toppetje. Dan heb ik een mooi kangaroepootje.
Allium. En die krijgt van mij ook eventjes een eitje. Ik vind het toch echt heel leuk. Ik vind het echt een leuke toevoeging altijd. En die wil ik aan de andere kant eigenlijk ook even iets korter erin. Dan heb ik nog wat duizend schoon en dat doe ik mooi onderin. Ik wil natuurlijk daar ook het steekschuim goed bedekt hebben. En wat ik dan op het laatst ook nog echt heel graag wil toevoegen, want dat vind ik gewoon echt altijd ja, voorjaar aandoen, is wat voorjaarsbolletjes. Ik haal het zand eraf. En doe er even een prikker onderin. Als je het voorzichtig doet, kan het geen kwaad voor de bol. De voeding zit al in de bol zelf, dus het kan prima. En die kan je er eigenlijk gewoon tussen steken. Die kan je ook best iets buiten ja, het compacte rondje steken. Je kan ze zelf aan de zijkant doen als je het leuk vindt. Daar kan je zelf een keuze in maken. En dan gaan we nog even wat diepte creëren. En dat doen we door middel van krulwilg. Die laat ik er omheen lopen. En je kan het even vastzetten. Maar je kan hem er ook tussen klemmen, zoals ik nu doe. En dat doe ik aan verschillende zijden. En het geeft gelijk ook een heel speels effect. En als het nodig is, kan je eventueel ook een touwtje of een klein ijzerdraadje gebruiken. En wat je ook kan doen, mocht jouw tak genoeg flexibel zijn, is er een klein knoopje aan het eind inleggen. Maar dit moet je wel heel voorzichtig doen. Op deze manier maak je je bloemstak eigenlijk een stuk aparte. Je brengt diepte aan in het stuk. En dat doe ik ook met wat grassen. Liliegras, mooi flexibel. Ook daarin kan je aan het eind gerust een klein knoopje leggen. Dus je steekt het omheen. Laat het meelopen in een stukje. Je kan hem eromheen doen. Je kan hem ook aan de binnenkant langs doen. Daarin kan je zelf spelen. Op die manier maak je hem apart en speels. En wat je eventueel ook nog kan doen met de eitjes, is een aantal eitjes rijgen op je gras. Je maakt dan aan de andere kant van het eitje voorzichtig een gaatje. Nu wordt mijn gaatje net wat groter, maar dat is prima, dat geeft niet.
kan het ook even voorzichtig met zijn naald doen. En ook die kan je er op dezelfde manier van weer tussen steken. Kijk hoe apart en leuk speels effect jouw bloemstuk dan krijgt. Heel erg leuk. Ja, en op die manier hebben we echt een prachtig, mooi, luxe en heel apart bloemstuk. Heel spannend door dat lijnenspel. Hou je nu van wat rustiger, dan kan je eventueel de leliegras ook alleen onderin wikkelen. Dus om je steekschuin bolletje. Dan hou je hem heel rustig, heb je echt een parallel bloemstuk. Maar het maakt het wel echt heel apart en helemaal af, vind ik. Net even wat anders en het dreigen is natuurlijk heel erg leuk. Wil je dit nou zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ik heb nu een lekkere, vrolijke, felle kleur gemaakt. Ik vind het heel tof. Maar zeg je ik hou van wat rustiger of bijvoorbeeld van wit, kan je dat gewoon aangeven. Goed, ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je ervan vond. En wil je me volgen, kan je dat ook doen op Facebook of Instagram. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en zie je bij de volgende keer weer. Doei!